Mama, die heeft dat en dat in de schoen gekregen. En waarom krijg ik dat niet? Of ben ik niet lief genoeg geweest? Ja, nee, dat voelt wel als falen. Ik ben Sabine. Ik ben een alleenstaande mama met een zoontje van 6 jaar, Kenji. Wij hebben het financieel niet breed. Wij moeten echt wel alle touwtjes aan elkaar knopen. Ik loop bij de voedselbank, omdat wij het financieel anders gewoon echt niet rond kunnen breien. Zeker in deze periode, dat alles zo duur is, en de feestdagen, en Sinterklaas. Ja, merk ik dat me dat toch wel extra stress geeft. Hoe ik dat dit jaar weer ga doen. Nu ook met de etalages, de winkelstraten, overal cadeautjes. Overal is alles gericht weer op kinderen en op Sinterklaas. Ja, als ik dan met Kenji door de stad loop omdat we wat moeten halen. Ja, ik doe dat alleen als het echt moet en liever zonder Kenji. Omdat ik natuurlijk dan merk van mama mag ik dit, mama mag ik dat. Of zal ik dit aan Sinterklaas vragen of zal ik dat aan Sinterklaas vragen. En ja, ik kan daar niet in meegaan. Ik kan natuurlijk wel zeggen je kan het vragen. Maar ik vind dat dan ook weer lastig als ik dan eigenlijk al weet dat ik hem dat niet kan geven. Of dat Sinterklaas hem dat niet kan geven. Van school komt hij thuis en dan zegt hij mama... Die heb dat en dat in de schoen gekregen en waarom krijg ik dat niet? Of ben ik niet lief genoeg geweest? Ja, nee, dat voelt wel als falen.